De bedoeling van deze meeting is geweest om een grondige evaluatie te doen als het gaat om de COVID-pandemie. En we hebben vanuit verschillende invalshoeken antwoord gekregen om dit immens probleem aan te pakken. Want zoals u ook weet is het zo dat er verschillende diensten zijn die met man en macht proberen om in ieder geval de COVID-pandemie te beteugelen. En het is altijd goed om even af te stemmen, met elkaar weer in conclave te treden. Zodat we goed geïnformeerd nieuwe strategieën kunnen bedenken om dit probleem zo snel als mogelijk terug te dringen. U bent vandaag hier geweest tijdens een COVID-meeting bij Buitenlandse Zaken. Wat heeft u meegenomen uit de meeting? Nou, ik heb meegenomen dus dat we op weg zijn naar een meer gezamenlijke aanpak. Waarbij het bedrijfsleven ook inbreng zal hebben. Beter geïnformeerd zal worden van wat er zich allemaal afspeelt. Binnen wat betreft de COVID-situatie. Maar ook ten aanzien van het naleven, handhaven van de COVID-maatregelen. Dus er is een clusterteam samengesteld met verschillende vakministers. Aangevuld met een paar mensen uit het bedrijfsleven. Om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de COVID-crisis. En hopelijk te komen tot een gebalanceerde aanpak. We zijn allemaal heel optimistisch over het feit dat er een vaccin nu is, maar het zal nog een tijdje duren voordat we in Suriname allemaal gevaccineerd zijn. En in die tussentijd moeten we proberen om de COVID-19-crisis die er is in Suriname en die gevolgen heeft voor de hele samenleving, maar ook bijzonder voor de economie, op een goede manier aan te pakken. Nou, die meeting had als doel om met alle ministers af te stemmen en de aanpak van COVID op elkaar af te stemmen en zo goed mogelijk informatie delen, zodat we wel overwogen besluiten nemen. En daarbij is het bedrijfsleven en technische mensen, operationele mensen zijn er ook bij betrokken geweest. En we hebben een aantal dingen met elkaar besproken. Eén is dat de informatiedeling vanuit het BOG naar het handhavingsteam, naar de mensen die in het veld bezig zijn met handhaving, beter moet. Ik noem maar een voorbeeld bijvoorbeeld. Als in een restaurant een besmetting heeft plaatsgevonden en er zijn meerdere mensen besmet, dan moet daar opgetreden worden. Dan moeten we gaan kijken of de regels nageleefd zijn. Moet ontsmet worden, er moeten instructies komen en moet frequente controle en het moet ook naar de samenleving meegedeeld worden dat er op eetgelegenheden, omdat regels niet nageleefd worden, dat er besmettingen zijn. Want als één persoon zich niet houdt, dan kunnen alle andere restaurants ook schade daarvan ondervinden en dat moet niet de bedoeling zijn. Dan lijden we allemaal eronder. Dus dat is één. Dus die informatie delen met elkaar en goed met elkaar afstemmen en actie daaraan koppelen. Ik vond deze meeting vandaag erg leerrijk, ook vanuit volksgezondheid gezien. En volksgezondheid heeft dus aangegeven dat eigenlijk de hotzone waar de meeste besmettingen voorkomen, dat is bijkans 200, hebben we gezien, is voornamelijk in het resort Blauwgrond en Rainville en ook wel een beetje in het centrum. Dus deze drie resorten resulteren toevalligerwijs ook onder mijn persoon. Dat is de districtscommissaris Noordoost. En ik vind dat erg zorgelijk en ik wil daar natuurlijk met man en macht tegenaan gaan. Want vanuit eigenlijk deze hotzone, maar het is ook begrijpelijk, want deze hotzones, we weten dat de meeste vermakelijkheden zich ook in Noord bevinden. Ja, je zult vandaar dus dat we mensen ook naar Noord toe trekken. En het is alleszins begrijpelijk ook dat daar de meeste besmettingen plaatsvinden. En we weten ook dat de Surinamers vindingrijk zijn. Als er iets verboden wordt, dan gaan ze altijd iets anders tegenover zetten. Om toch nog te kijken hoe ze hun activiteiten kunnen voortzetten. Maar bij deze vraag ik nogmaals aan de samenleving. Doet u een stap terug. Probeer u zich in te houden. Kijk naar het groter belang. Het gaat om de gezondheid van u en ik. Maar ook eigenlijk de gezondheid van alle Surinamers. Dus aan Noord wil ik specifiek zeggen.
wij zijn in het veld om heel hard op te treden. Dus ik wil de mensen natuurlijk ook fijne feestdagen toewensen natuurlijk. En COVID-vrij alsjeblieft. Op de eerste plaats zijn we natuurlijk blij dat er op dit niveau wordt gesproken. En dat het bedrijfsleven bij betrokken is. Dat in het verleden was het alleen via het OMT. En daar denk ik dat onvoldoende onze zorgpunten... dat daar onvoldoende aandacht aan werd besteed. Dus nu op dit niveau kunnen we direct met de betrokken ministers in overleg treden. Belangrijk is dat iedereen op één lijn is als het gaat om de gezondheid van onze samenleving. Dat we dat niet in gevaar willen brengen. Tweede plaats dat we ook ons realiseren dat de beste manier om de effecten van deze pandemie op onze economie te mitigeren is door op een beheerste manier, veilige manier, delen van die economie open te blijven houden. Drie, dat het daarvoor nodig is dat er scherpere handhaving komt. Mensen, bedrijven, organisaties die zich niet houden aan de regels, die moeten worden gesanctioneerd. En bedrijven, organisaties die zich wel houden aan de regels, die moeten op een veilige manier wel hun activiteiten kunnen blijven ontplooien. Ik denk dat dat de belangrijkste takeaway is. Daar gaan we nog eens in de komende dagen verder over brainstormen. En ik denk dat zaterdag er wat nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd. En ik ben daar vrij optimistisch over gesteld. Nou, wat we hebben afgesproken is dat we in ieder geval zaterdag morgen hier zullen zijn. En heel duidelijk de afspraken maken over, laten we zeggen, na zaterdag 2 januari, wat de maatregelen zullen zijn. En het idee is, het uitgangspunt is in ieder geval dat wat het bedrijfsleven naar voren brengt steeds, is dat we moeten doen aan crowd management. Dat we in achtneming van de protocollen, de COVID-protocollen, dat we in principe open moeten gaan. Dat er is ook gesproken tijdens deze meeting, afgelopen meeting, over COVID-steun. Maar wij denken bij het bedrijfsleven dat de beste COVID-steun die het bedrijfsleven kan krijgen, is op een georganiseerde, wel overwogen manier openstellen van de verschillende bedrijven. Want in feite zijn we allemaal essentieel, want we zorgen allemaal voor werkgelegenheid en verder en andere inkomsten voor de overheid als wel voor werknemers en werkgevers. Tweede is, wat we hebben gezien, is dat de handhaving van de COVID-maatregelen plaatsvindt, maar het zou veel beter met elkaar moeten worden afgestemd. Er zijn verschillende ministeries, laat me beginnen met de politie, heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en die doet het op basis van die algemene opsporingsbevoegdheid. Maar er zijn ook ministeries, zoals Economische Zaken, Inspectie, Defensie, DOG, die dat doen op basis van hun eigen bijzondere wetten. Bijvoorbeeld de ene die checkt op bijvoorbeeld de arbeidswetten, de andere op economische delicten die moeten hebben plaatsgevonden. Wat je merkt is dat die groep geen bijzondere opsporingsbevoegdheid heeft met betrekking tot COVID-bestrijding. En dat gaan we aanpakken en we gaan dus een dedicated team maken van al die ministeries die specifiek bevoegdheden krijgen. En dat kunnen buitengewone agenten van politie en bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn. En die zullen dan belast worden alleen met de handhaving van COVID-maatregelen. En tenslotte, wat we merken is dat de handhaving wel plaatsvindt, maar de effectuering van de handhaving, dus het opleggen van de boetes of het intrekken van vergunningen of het sluiten van bedrijven die zich niet houden, dat moet wettelijk veel beter geregeld worden. En die procedure moet veel sneller. En daar zal een stukje betere afstemming komen met het Openbaar Ministerie in dat opzicht, omdat het Openbaar Ministerie de leiding heeft met betrekking tot opsporing en handhaving en vervolgen. Er zijn verschillende diensten, dus de districtscommissaris met zijn bestuurdienst is al vanaf het begin in actie geweest om haar bijdrage te leveren.
Daarnaast is er ook een nieuw team gekomen vanuit de politie. Dat is het zo welbekende Quick Response Team, 105. En de afgelopen weken hebben we ook gezien, en daarmee heeft de samenleving ook kennis gemaakt, dat er een nieuw team is gevormd vanuit arbeid. En zo heb je dus verschillende diensten eigenlijk met hetzelfde probleem. We proberen dus vanuit verschillende invalshoeken het probleem aan te pakken. Maar wat mooi is nu, is dat we gaan richting een nieuw fenomeen. Dat gaat heten de COVID-brigade. En die brigade gaat vergaande bevoegdheden krijgen. Dus dat betekent dat we nu niet meer vermanend zullen optreden. Er gaat dus streng opgetreden worden. Dat betekent handelszaken of groepen die zich niet houden aan de COVID-maatregelen, die zullen dan daar de gevolgen van merken in de vorm van het intrekken van de vergunning direct. En dat zijn ze die ook kwijt voor de komende maanden. Ik denk zeker wel 6 maanden. Daarnaast worden er forse boetes uitgedeeld, ongeacht aanzien des persoon. Dus bij deze zeg ik aan de samenleving, houdt u zich alsjeblieft aan de COVID-maatregelen, want we gaan nu niet meer waarschuwen. Afgelopen maanden hebben we toch nog steeds een corrigerend beleid gevoerd. Maar nu is het menens en we gaan het met man en macht aanpakken. Ik zou willen meegeven aan de leden van het bedrijfsleven. Ja, iedereen, klein, groot, middelgroot. Om wanneer eenmaal de protocollen zijn vastgesteld, dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen als werkgevers, als ondernemers, en die protocollen naleven, ja, strikt naleven. Want dan alleen stellen we, laten we zeggen, de overheid in staat om zonder lockdown, laten we zeggen, de economie verder open te stellen, de bedrijven open te stellen. Op het moment dat we een situatie krijgen, een medische situatie, waarbij COVID-19 gevallen toenemen, zal de neiging ontstaan bij de overheid om natuurlijk over te gaan tot een lockdown. En dat moeten we niet hebben. Dus belangrijk is naleving, en er zal ook meer en beter, daar staan wij ook op als vertegenwoordigers, dat er ook gehandhaafd wordt. Want het kan niet zo zijn dat in een klas waar er wat stoute jongetjes en vrouwtjes bezig zijn, dat de gehele klas wordt gestraft voor hun gedrag. COVID is here to stay voor een tijdje. Het zal betekenen dat wij onze protocollen zullen moeten aanpassen. Dat we die zullen moeten naleven. En dat we ons moeten realiseren, als we dat niet doen, dat er sancties zullen volgen. Dus bij deze ook een oproep aan de bedrijven om zo snel mogelijk hun protocollen op het niveau te brengen waarbij we kunnen zeggen, je kan op een veilige manier je diensten blijven aanbieden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de hele samenleving bewust is van de ernst van de situatie, COVID-19. Dat ze beseffen dat veiligheid heel erg belangrijk is. Niet alleen van hun, maar hun dierbaren, maar voor elke Surinaamse samenleving. En dat we juist daarom de stringente COVID-maatregelen in acht moeten nemen. Altijd met een mondkap, 1,5 meter, handen wassen, ontsmetten, niet regelmatig schoonmaken, deurhendels, tafels waar we zitten. Al die dingen waarvan we denken van dit gaat ons veiligheid in gevaar kunnen brengen. Dat we die naleven en dat we op die manier proberen een bijdrage te leveren, dat we met z'n allen veilig zijn. En ten tweede, dat de schade, de financiële schade, want het sluiten van bedrijven en winkels doen we niet met plezier. Het is met pijn dat we doen, maar het is een noodzakelijke maatregel. En we weten dat daardoor heel veel schade is. Als we ons houden aan de regels, dan kunnen we die schade ook beperken. En dan kan de samenleving ook gewoon normaal functioneren.